We willen beginnen. Ik open de vergadering en verzoek je te gaan staan voor een kort moment van bezinning. Dank u wel. Vandaag is de start van onze jaarlijkse begrotingsvergadering. Die zullen we in twee ronden doen. Vandaag de algemene beschouwingen aan de kant van de fractievoorzitters, waarbij ook moties en amendementen ingediend zullen worden. Het college reageert op de algemene beschouwingen. En het idee is om rond 17:30 de termijn van de fractievoorzitters afgerond te hebben. Na een uurtje schorsing rond 8:30 het eerste deel van onze begrotingsbespreking te hebben afgerond. Dan gaan we donderdag verder en dan bespreken we de wijzigingsvoorstellen, de moties en amendementen per stuk. Vandaag is de orde zo dat in de termijn van de fractievoorzitters ook interrupties mogelijk zijn. Dus als het u echt te veel wordt, dan meldt u zich bij de microfoons. En dan hebben we dus een debat met elkaar. Datzelfde geldt als het college aan het woord is. Dan kunt u ook interrumperen. Dat voor wat betreft de gang van zaken. We hebben geen berichten van verhindering. Er zijn op dit moment 39 moties en 5 amendementen. Voorzitter, mevrouw Heuvelmans hier achterin. Mevrouw Heuvelmans is vandaag door ziekte helaas afwezig, maar verwacht donderdag weer aanwezig te zijn. Ik wens haar namens ons alle beterschap en we hopen haar donderdag weer te zien. Dat voor wat betreft de verhinderingen. En voordat we met de begroting beginnen, vraag ik of u akkoord bent met de agenda, wat het geval is. En vraag ik of u de mededelingen en ingekomen stukken en de wijze van afdoening, of u er ook mee akkoord bent. En ook dat is het geval. Dan staat nu niets meer in de weg om met de behandeling van de begroting te beginnen. En de eerste spreker vanmiddag is de heer Van Gol. Die spreekt namens de D66-fractie. Voorzitter, een aantal weken geleden liep ik door de Nieuwlandstraat in Tilburg. En mijn oog viel daar op een plakkaat boven nummer 44. Op de 27e van bloeimaand des jaars 1818 werd Franciscus Cornelis Donders in deze woning geboren, stond daar. Franciscus Donders, ik dacht bij mezelf, wie is dat? En een week later viel mijn oog op het Sint-Janskerkhof in het centrum van Utrecht op een standbeeld. Een man zittend in een stoel en daar stond bij Franciscus Donders. Jawel, onze Frans Donders, Tilburger. 1818, het was de bloeitijd van de textielindustrie in onze stad. Dampende schoorstenen en stomende stoommachines domineerden het straatbeeld. En Franciscus ging niet weer werken in de fabriek. Hij ging naar school. Niet in Tilburg, want Tilburg kende op dat moment nog nauwelijks onderwijsinstellingen. Franciscus ging studeren in onder andere Utrecht. En niet zonder succes. Want bijna alles wat wij nu weten over het menselijk oog hebben we aan deze Tilburger te danken. Een grondlegger van onze beschaving. Hij was ook een beetje dwars. Hij schopte tegen de heersende elite. En hij was een geboren katholiek, maar hij was niet praktiserend. En dat laatste was tegen het zere been van Rooms Tilburg. En het is waarschijnlijk daarom dat de Tilburgers in die tijd nooit echt trots durven te zijn op deze Donders. In tegenstelling tot Utrecht. We hebben het over een tijd waarin je waarschijnlijk of werkte in de textielindustrie of iets deed voor de kerk. En wilde je dat niet, wilde je studeren, wilde je je dromen najagen, moest je de stad uit.
Tilburg is veranderd. Textielindustrie is verdwenen en Tilburg is een echte onderwijs- en kennisstad geworden. En hoe mooi is het dat Tilburg dit jaar een record aantal buitenlandse studenten mocht verwelkomen. Om te studeren hoef je Tilburg niet meer uit, maar kom je juist naar Tilburg. Voor het eerst sinds lange tijd maakt een Tilburgs college weer extra middelen vrij voor onderwijs. En daar is deze D66 trots op. Investeren in onderwijs, in goede huisvesting, de Jozef Mavro, de nieuwste school, het vakcollege en een vernieuwende basisschool in Loven. En samen met scholen investeren we in onderwijs zelf. Maatwerk, afgestemd, per wijk, per school, per leerling. Want investeren in onderwijs loont. Loont bij het voorkomen van tweedeling. Het is een sleutel tot participatie en het ticket naar werk. Voorzitter, investeren in de toekomst is ook investeren in een duurzame stad. Bijna 15.000 huishoudens krijgen straks stroom van de zon of wind in plaats van vervuilende schoorstenen. En op 250 plekken in de stad zijn oplaadpalen voor elektrische auto's gekomen. En de extra inzet op afvalscheiding loont. De berg restafval verdampt, goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. De afvalstofheffing gaat met 10 euro omlaag, het groene tientje van de Vries. Voorzitter, Tilburg gaat zichtbaar vooruit. Ook waar we jarenlang vastzaten. De schop is in de grond bij Koningsoord en Berkelen-Enschot en het Wagnerplein in Noord. Het hoofdpijndossier Stappen-Goor heeft niet langer een zetpil nodig en Wijkenvoort en Zwaluwebundels worden ontwikkeld. En voorzitter, al sinds de jaren 90 praten we hier over het afmaken van winkelrondjes. En na tientallen jaren kletsen is het nu doen. Ooit vervuilde de schoorsteen van de AB-fabriek en het Mommerscomplex de Tilburgse lucht. En het zouden nu prachtige uitkijktorens kunnen zijn. Met tussen deze torens in een vernieuwd hart van de stad. Een hart dat het industrieel erfgoed als inspirerend decor gebruikt. De AB-fabriek, de Piershaven, het Veemarktkwartier, de spoorzone en straks ook het museumkwartier. Culturele voorzieningen zijn daarbij een belangrijk onderdeel voor een levendige en verbonden stad. D66 is trots op het college extra middelen uittrekt voor cultuur, omdat investeren in cultuur investeren is in wie wij zijn, wie wij waren en wie wij willen worden. Op het gebied van veiligheid maken we ook vooruitgang, uit de top 15 van de misdaadmeter. We pakken door op de ondermijnende criminaliteit en ontwikkelen het zorg- en veiligheidshuis verder door. En ten aanzien van veiligheid op het spoor zijn goede afspraken gemaakt met de staatssecretaris. We verwachten daarbij wel een voortvarende controle op nakoming van deze afspraken. Technologische vooruitgang en globalisering betekenden hier in Tilburg het einde van de textielindustrie. Tilburg is nooit bij de pakken neer gaan zitten en groeide van industriestad naar kennisstad. En deze ontwikkelingen zetten door. In Tilburg en is Tilburg daar klaar voor. Technologische vooruitgang en globalisering geven kansen, maar ook risico's. Risico's op een toenemende tweedeling. Daarom blijft het van groot belang te investeren in onderwijs, het voorkomen van armoede en goede gezondheidszorg. Gezondheidszorg met oog voor preventie. Een gezond leven. Omdat in het woord gezondheidszorg gezondheid de kern is en niet zorg. Tilburg is veranderd. En nu de Roomse trots ons niet meer in de weg staat, is het misschien als symbool voor verandering ook tijd om Franciscus Cornelis Donders zijn verdiende Tilburgse eer te geven. Het plakkaat op zijn geboortehuis kan in ieder geval wel een onderhoudsbeurtje gebruiken. Voorzitter, waar vorige colleges misschien veel ambities op papier schreven, maakt dit college ambities waar. Met concrete acties en de mens centraal. We investeren in de stad, in kansen voor iedereen, in een stad die vooruit wil en een stad die vooruit komt. Let u op, uw spreektijd is nu voorbij, dus de complimenten kunnen worden afgerond, maar er is een interruptie. Ja, dank u voorzitter. Ik wil door middel van deze interruptie de heer Van Gool de kans geven om zijn werk als raadslid gewoon echt goed te doen. En ook kritisch te zijn op de voorstellen die het college voor stelt. Tot nu toe heeft u een halleluja-verhaal gehouden. Hemel op aarde en omstreken. Fantastisch. U komt zelfs met zeer belangwekkende moties over watertappunten. Maar nu daag ik u uit om toch nog proberen
te doen alsof u uw werk als raadslid serieus neemt en kritisch te kijken vanuit uw controlerende en kaderstellende rol naar het begrotingsvoorstel van het college. Welke punten vindt u dat het college onvoldoende uit in voorstellen? Wat vindt u dat beter kan? Kunt u daar misschien wat scherper zijn en laten zien dat u het raadslidmaatschap echt serieus neemt? Meneer Van Gol. Voorzitter, ik en de D66-fractie neemt het raadswerk uiterst serieus. Dat doen we hier in de commissievergaderingen waar we heel veel voorstellen, tot in detail, soms tot in erg veel detail, en moet ik eerlijkheidshalve bekennen, met elkaar bespreken. Deze begroting, en ik heb in mijn speech gefocust op de hoofdlijn, is een begroting die heel dicht komt bij waar D66 voor staat in deze stad. Waarvan D66 vindt dat het nodig is om te investeren in deze stad. Dus wij zijn blij met deze begroting. En onze aansporing aan het college is om vooral ook door te gaan. Om die ambities die er wel degelijk zijn, die gesteld zijn, te realiseren en te blijven realiseren. Want het gaat goed, maar er is ook nog veel te doen. En nog niet alles is af. En dat is onze oproep aan het college om daarmee door te gaan. Maar de lijn die is ingezet, en daar hebben we het over. We hebben het over de begroting voor 2017. En die lijn die steunen wij als D66-fractie ten zeerste. Nou weer, ik kom het al een beetje los, dus ik probeer u nog wat verder op weg te helpen. Wat is dan nog niet af? Wat gaat nog niet goed? Kunt u daar 3 concrete voorbeelden over noemen? Nou, voorzitter, wel meer, want er staan heel veel, er gebeurt heel veel in de stad. En gelukkig blijft er gewerkt worden in de stad. Dus ik mag hopen dat het niet stilvalt. Ja, maak het dan eens wat concreter. Of hebt u totaal geen eigen mening, geen kritiekpunt in het geheel? Voorzitter, een eigen mening of een kritiekpunt. Ik weet niet precies helemaal waar de heer Laurier daarmee naartoe wil. De D66-fractie is trots op de begroting die hier ligt. Dit is een begroting waar de D66-fractie zich in kan herkennen. En een begroting die volgens mij ook past bij de coalitie en het coalitieakkoord wat we met elkaar hebben vastgesproken. Er zitten buitengewoon diep vergaande investeringen in onderwijs, in cultuur, in de stad, in de ruimtelijke projecten die hier jarenlang, en u bent erbij geweest, u loopt hier ook al even mee, jarenlang stil zijn blijven liggen. En die nu eindelijk vlot getrokken worden. Dat zijn prioriteiten voor de D66-fractie met duurzaamheid erbij, waar Tilburg voor oploopt in het land. En dat is de D66-fractie, zal er altijd scherp op zijn. Ik kan met u bespreken wat we hier eerder in de commissies hebben besproken over onderwijs, extra investeringen die we daarin doen. Maatwerk op de school, per plan, per locatie. En daar is de D66-fractie trots op. En in die zin zijn wij blij met deze begroting. Ter afronding, want u heeft nu 3 keer deze vraag gesteld. Ja, meneer de voorzitter, waar ik naartoe wilde, en dat bevestigt de heer Van Gol, is dat de inbreng van de D66-fractie gewoon een slap verhaal is, zonder welk kritiekpunt dan ook, zonder ook maar op welke manier dan ook kritisch te durven kijken naar het voorstel van het college. Ja, nou van voorzitter, ik constateer dat de D66-fractie in ieder geval tevreden is met de begroting die er nu ligt. Dat de heer Laurier graag hoort dat wij de begroting afvakkelen, maar wij zien dat de stad vooruit gaat en volgens mij merken heel veel Tilburgers dat met ons en dat is een goed teken. Aarle. Ja, dank u voorzitter. Ik herken me wel enigszins in het verhaal van de VVD. Het is een Hosanna-verhaal wat u houdt en deels ook terecht, want in een groot deel kan ik wel meegaan. Maar u suggereert nu alsof alles inderdaad heel positief is. En ik wil u toch opwijzen dat in de begroting ook een aantal bezuinigingsposten staan. En ik geef u 2 concrete voorbeelden en daar zou ik graag uw mening over willen weten. U weet dat ik me ontzettend stoor aan de bezuiniging op de leegstandverordening. Die wordt afgetikt uit mijn hoofd voor 45.000 euro per jaar. Nou, dat is een bezuiniging waar ik niet gelukkig van word. En waar ik ook niet gelukkig van word, is het verhaal rondom de SOM, de Stadsontwikkelingsmaatschappij. Wat in feite dat hele initiatief, wat een prachtig initiatief is. Ik wil u nog een keer herinneren aan het artikel van de heer Christian Penny in het Brabants Dagblad. Dat wordt in feite ook op een zijspoor gerangeerd. Dat zijn toch voorbeelden waarvan ik zeg, daar kunt u toch als partij ook niet echt gelukkig mee zijn. Nou ja, voorzitter, op die eerste, en heeft de heer Laurier ook in ieder geval een punt, die leegstandsverordening zijn wij ook kritisch geweest in de commissie. En we zijn niet kritisch geweest vanwege het feit dat we er geld aan uitgeven wat misschien te bezuinigen is. Maar wel kritisch geweest in dat als je hem afschaft nu, dat je dan het instrument in ieder geval nooit meer hebt. En volgens mij zijn we met u het eens dat je leegstand op een goede manier aan moet pakken. Leegstandverordening daar misschien een middel bij kan zijn, maar misschien ook andere. Dus ik deel met u de kritiek. Ik deel met u niet de kritiek, niet het punt dat je daarmee de bezuiniging die het college voorstelt niet in zou kunnen boeken. Want volgens mij hebben we met elkaar in de commissie geconstateerd dat het feit dat het medium er is, het middel van de leegstandverordening,
verordeninger is, al een belangrijk op zichzelf staand feit is en we van het college toezegging hebben gekregen dat ze snel terugkomen met een integraal plan over de aanpak van leegstand.